In verband met de werkzaamheden aan het riool is de kruising Kerkstraat, Brandstraat en Hugo Thijssenplein nog tot begin oktober afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is direct na de verkeerslichten. Niet vanwege het slechte weer van de laatste dagen, want er is ontzettend veel regen gevallen, zijn ze hier nieuwe rioleringbuizen aan het leggen. Nee, dit is al een plan wat enkele jaren loopt. Er werd hoog nodig dat de buizen hier in de grond in de Kerkstraat en de Brandstraat in Beekendonk vervangen werden. We hebben al eerder een reportage gemaakt en nu zijn we alweer enkele weken verder. Ik hoorde van de medewerkers van het bedrijf dat ze toch wel uitlopen, toch minimaal anderhalf, twee weken. Dus de mensen hier in de buurt die moeten nog even met wat overlast nemen. Want ja, het gaat niet zo snel als ze verwacht hadden. Er zijn vele obstakels die tegenvallen, dus vandaag.